Years of time has come and gone since I first heard it told how Jesus would come again someday. If back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are Goedenavond, broeders en zusters. Welkom bij 10 dagen van gebed. We zijn nu al enkele dagen bezig en ik hoop dat u een goede ervaring hebt gehad. We zijn nu bij dag 10. We hebben nog 5 dagen om te gaan. En vandaag gaan we het hebben over het volk van God. Het overblijfsel en gebed. Nou, we beginnen met Openbaring hoofdstuk 14 vers 12. En die zegt: hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden van God en het geloof van Jezus bewaren. Wat een mooie Bijbeltekst. De boodschappen van de drie engelen hebben één hoofddoel. Een enkel brandpunt. Zo'n focuspunt hebben ze. Een volk voor te bereiden op de komst van Jezus. En deze goddelijk geïnspireerde boodschappen komen tot een hoogtepunt in Openbaring 14. 12, wat we net hadden gelezen. Nou, hier zien we Johannes die het uiteindelijk resultaat voor ons presenteert. Het begrijpen en accepteren van de eindtijdboodschap van de hemel. De apostel verklaarde deze boodschappen een volk zullen voortbrengen waarover geschreven kan worden: hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden van God en het geloof van Jezus bewaren. Nou, het woord geduld, het zou beter vertaald kunnen worden als volharding. Door zijn genade zal Gods volk de beproevingen van de laatste tijd doorstaan en als overwinnaars uit de strijd komen. Zij zullen de woede van het beest trotseren en hun gewetensvolle overtuigingen niet opgeven. Hoewel zij niet in staat zijn om te kopen of te verkopen, en om Christus wil zullen ze vervolgd worden, en ze zullen gevangen worden en de dood zullen ze zelf onder ogen zien, zij zullen gehoorzaam blijven aan God, aan zijn geboden. Zij kunnen niet gedwongen worden om hun trouw aan Christus op te geven. En hoe mooi zal het zijn om te kunnen zeggen: wij zullen trouw blijven. Niet alleen maar het spreken over zij, maar maak het persoonlijker. Wij zullen trouw blijven. Dat is eigenlijk onze wens. En wij zullen eigenlijk, we moeten leven een leven van genade. Wij leven dan een genadevol, Christus verheerlijkend, gehoorzaam leven te midden van een zondige, opstandige, ongehoorzame wereld in het laatste uur van de aarde. Het geloof van Jezus, wat we net in Openbaring 14 hadden gelezen, vers 12, daar kunnen we nog iets fascinerends begrijpen. Deze eindtijdgelovigen hebben niet alleen geloof in Jezus, maar ze hebben het geloof van Jezus. Nou, wat is het geloof van Jezus? Dat is eigenlijk een belangrijk punt om stil bij te staan. Nou, het geloof van Jezus is dezelfde kwaliteit van geloof in God die Jezus had aan het kruis.
toen Jezus aan het kruis hing en de schuld, schaamte en veroordeling van de zonen van de mensheid droeg, voelde hij zich door God verlaten. De enormiteit van de zonde was zo groot dat Jezus zich door God verlaten voelde. En daarop riep hij in doodsangst uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Matteüs hoofdstuk 27, vers 46. Had God hem verlaten? Zeker niet. Zijn vaderlijke ogen waren de hele tijd op het kruis gericht. Zijn hart van liefde was gebroken bij de doodstrijd die zijn zoon moest doorstaan. Jezus vertrouwde toen hij niet kon zien. Zijn geloof oversteeg wat er om hem heen gebeurde. En daarom waren zijn laatste woorden: Vader, in uw hand leg ik mijn geest. Lucas 23, 46. En vlak voor Jezus' wederkomst, volgens de profetieën van Openbaring, zal Gods volk opnieuw moeten vertrouwen wanneer alles om hen heen donker lijkt te zijn. Wat is het dan dat hun door deze moeilijke tijd zal leiden? Het is het geloof van Jezus. Hoe kunnen wij dit geloof ontwikkelen dan, zal de vraag zijn. Ten eerste, net zoals de redding een geschenk is, is geloof ook een geschenk. Een geschenk dat God in ons hart legt en dat groeit naarmate we het oefenen. Romeinen hoofdstuk 12, vers 3 tot en met 8. U kunt het zelf lezen. Wanneer wij moeilijke omstandigheden meemaken en ons wanhopig aan Gods belofte vastklampen, groeit ons geloof. Wanneer wij onze geest verzadigen met het woord van God, dan groeit ons geloof ook. Romeinen hoofdstuk 10, vers 17. En wanneer wij ons gebrek aan geloof erkennen en ernstig voor God bidden om ons geloof te vermeerderen, dan groeit het geloof ook. Lucas hoofdstuk 17, vers 5. Nou, laten wij vandaag dus in gebed God vragen om ons uithoudingsvermogen te geven. Als de beproevingen van het leven ons tegemoet komen, zodat wij deze het hoofd kunnen bieden. Laten we bidden dat hij ons kracht geeft om gehoorzaam te zijn, zodat wij zijn wil op elk gebied van ons leven kunnen doen. En laten wij de hemel smeken om ons een toename van geloof te geven, zodat het geloof in Jezus ons leven vult en ons voorbereidt op de laatste crisis van de aarde. Dan zullen we op een dag in alle eeuwigheid met Jezus leven. Broeders en zusters, hoe mooi zal het zijn dat wij dit kunnen ervaren, het geloof van Jezus. Laten wij het einddoel voor ogen houden. En vanavond wil ik u nogmaals uitnodigen om via Zoom in een breakout room in gebed te gaan met ons, zodat wij ook samen kunnen bidden. U kunt uw gebed of uw gebeden daar neerleggen en kunnen wij elkaar ondersteunen in gebed. Ik wil u nogmaals bedanken en ik verwacht u ook morgenavond om een volgende dag in gebed door te brengen. Wars and strife on every hand, and violence fills our lands. Still some people doubt that he would come again. Christ Jesus will return.